Je bent hier voor de parallelsessie Erfgoed onder water, een vrij dramatische titel. Daar gaan wij dadelijk meer over horen, maar u mag dit inderdaad letterlijk nemen. Het gaat zich vanzelf openbaren. En ik wilde u om de context een klein beetje te schetsen van wat is de achtergrond van deze sessie en wat hopen we eruit te halen, wil ik even kort toelichten dat wij vanuit het Erfgoedhuis, dat was voor mijn tijd zeg ik erbij, in 2007, 2008 al participeerden in een landelijk project waarbij alle collectiebeherende instellingen per regio in samenwerking met de regionale brandweer en politie calamiteitenplannen gingen opstellen. En dit resulteerde eigenlijk vanzelfsprekend in netwerken per regio. Op een enkel netwerk na bestaan deze netwerken door allerlei redenen, maar zeker ook bezuinigingen, niet meer. Maar we merken steeds meer, en dat heeft natuurlijk alles met het thema van de dag te maken, dat de noodzaak aan dit soort netwerken er niet minder om geworden is. En vandaar dat wij daar in deze sessie verder met elkaar over gaan praten. En dat doe ik met Bart Zwegers. Jij staat al klaar, want jij mag dadelijk een introductie geven. Conservator academisch erfgoed bij de Universiteit Maastricht. Jij bent vanmorgen echt extreem vroeg in de auto gestapt vanwege alle ProRail gedoe. En jij deed het onderzoek wat resulteerde in het rapport Erfgoed in zwaar weer. En dat was naar aanleiding van de overstromingen in het Geuldal in juli 2021 alweer. En daar zijn natuurlijk lessen uit te leren en die ga jij zo dadelijk met ons delen. Dan heb ik hier meteen aan mijn kant Dick van Broekhuizen. Je bent hoofd collecties en onderzoek bij het prachtige museum Beelden aan Zee. Ik mag hopen dat u er allemaal geweest bent, anders ga er gauw eens kijken. Het is tuurlijk, zijn ze. Schitterend. Ja, zal ik even een vingertje doen? Vind je dat handig? Ja. Wie is er geweest in het museum Beelden aan Zee? Alle handjes, zie je wel. Ja. Nou, er valt nog wel wat zieltjes te winnen, Dick. Ja, dat gaan we ook dankjewel. Doen. Maar jij bent hier vooral ook omdat jij kennis hebt en ervaring als oud-voorzitter van het Haags Preventienetwerk. En je was in die hoedanigheid ook betrokken bij het project Wateroverlast 2017, zeker. Zei je tegen mij vanmiddag. En dat Haags Preventienetwerk is voor de mensen die dat niet weten, een informeel samenwerkingsverband voor conservatoren, collectiebeheerders en veiligheidscoördinatoren vanuit alle Haagse erfgoedinstellingen en musea. En dat is eigenlijk een van die netwerken, regionale netwerken, die er nog wel is. Zijn we een beetje jaloers op, trouwens, kan je zeggen. Suzanne Visser, naast Dick. Jij stuurt het team beheer en behoud aan van het eveneens prachtige Kunstmuseum Den Haag. Wie is daar nog niet geweest? Vroeger gemeentemuseum. Oh nee! Wel geweest. Ja. In jouw functie nu ben jij projectleider van projecten op het gebied van collectiebeheer en onder andere ook betrokken bij nieuw beleid over collectiehulpverlening. Nou, die term gaat dadelijk ook nog wel weer vallen. Vanuit het perspectief, we weten niet helemaal wat het informatieniveau is, vraag ik jullie om zo min mogelijk in afkortingen te praten. Ja. Dat ging vanmorgen hier en daar ook niet helemaal, want dat is nog niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. En jij bent in je huidige functie ook betrokken bij het Haags Preventienetwerk. Dan last but not least, Teun de Bruin. Jij bent ons historische geheugen vandaag, zei ik al tegen je. Want al vanaf 1986 in verschillende functies betrokken bij het regionaal archief Dordrecht. En nu teamleider, archief en lid van het managementteam van het cluster Dordrechtse Musea, zeg ik het goed. Bestaande uit het Dordrechtse Museum, Huis van Gein en Hof van Nederland. En je bent sinds 2009 ook gemeentearchivaris van Dordrecht, de 6 andere Drechtsteden en de Hoekse Waard. Nou, dat heeft jou in een lange carrière al, denk ik, over veel vragen doen nadenken. En daar hopen wij ook straks meer van te horen. Ik beloofde het net al, we trappen nu af met een korte toelichting op het rapport. Daar heb je ongeveer een kwartiertje, misschien net 20 minuten voor. En dan gaan we daarna het gesprek in. Maar hoop ik ook vooral u uit de zaal daarbij te kunnen betrekken. Bart. Goed, ja, hartelijk dank. Voor wie na alle alarmerende statistieken en grafieken van deze ochtend, die in deze ochtend voorbij gekomen zijn, misschien nog steeds de illusie had dat klimaatverandering iets
van heel ver weg, van in de toekomst is, die wil ik meteen even uit de droom helpen. Klimaatverandering speelt gewoon nu en we zien nu heel acuut eigenlijk daar de gevolgen van, ook voor erfgoed. En daar kunnen wij dus zeker in Limburg over meepraten. Want in 2021, werd net al even aan gerefereerd, de zomer van 2021, staat veel Limburgers nog scherp op het netvlies. Want toen veranderde eigenlijk in een mum van tijd de anders zo, ja, toch wel liefelijk meanderende beekjes in het Heuvelland. En ineens stond een soort kolkende watermassa die een enorm spoor van vernieling achterliet. Voor mij is een beetje dat beeld wat u hier ziet, is daar een beetje symbool voor komen te staan. Dit is een 18e eeuws beeld, houtsnijwerk uit de parochiekerk van Valkenburg aan de Geul, de heilige Barbara en Nicolaaskerk. Dit is Nicolaas. En die werd eigenlijk door dat water wat naar de kerk binnenstroomde van zijn sokkel gerukt en dreef eigenlijk hulpeloos rond in dat wassende water. Nogal vertrokken gezicht paste daar denk ik heel mooi in dat beeld. Het is goed gekomen met Nicolaas, moet ik zeggen, is door ons onvolprezen restauratieatelier Limburg weer helemaal opgeknapt, gelukkig. Maar dat was niet het enige, want er waren ook nog heel veel andere plekken die eigenlijk direct bedreigd werden door het water. Er was onder andere schade aan allerlei monumenten, het kasteel Hoensbroek, de hoeve in Itteren. Boven zien we de parochiekerk waar ik het net al over had. Maar ook musea hadden te maken met heel veel wateroverlast. Het museum Valkenburg, daar was het ook binnengestroomd. Daar hingen de schilderijen letterlijk in het water met de voetjes. Onder zien we in Wielre het Hedge House, museum voor moderne kunst. Nou, dat was helemaal ondergelopen. Ja, je zag dus dat mensen, die collectiebeheerders en zo, in alle eil probeerden te redden wat er te redden viel. Maar dat kwam heel erg op hun aan, eigenlijk. En het interessante is dus dat er bij die, als we het hebben over rampen en calamiteiten, en dan wil ik even daarop inzoomen. De veiligheidsregio's spelen eigenlijk een cruciale rol bij rampen en calamiteitenbestrijding. En nou zit er, dat wordt nu misschien een beetje beleidstechnisch, maar ik ga het toch even doen, omdat het volgens mij wel interessant is. Veiligheidsregio is eigenlijk een relatief nieuw fenomeen. Onze wet voor de veiligheidsregio's stamt uit 2010, dus dat is relatief jong. En eigenlijk zijn veiligheidsregio's dus verantwoordelijk voor rampen en calamiteitenbestrijding. Maar er zit dus iets heel eigenaardigs in die wet. Want de wet heeft het over een aantal vitale belangen die een veiligheidsregio moet beschermen in het geval van een ramp of calamiteit. En dan spreek ik even op mijn spiebriefje. Dan gaat het over de territoriale veiligheid. Nou, staan de Russen aan de grens, bijvoorbeeld, noem maar wat. Dat is heel belangrijk. Economische veiligheid, fysieke veiligheid. Dan gaat het om mensen. Zijn mensen in gevaar of zo? Moeten er mensen geëvacueerd worden? De sociale stabiliteit, de politieke stabiliteit en, als zesde vitale belang noemt die wet, de veiligheid van culturele erfgoed. Het rare van die wet is dat die eerste vijf belangen die ik noemde, is een verplichting voor veiligheidsregio's om dat mee te nemen in hun planvorming. Dat zesde vitale belang van cultureel erfgoed, daarvan zegt de wet, zie maar of je er iets mee doet. Nou, dan vind ik het dus de facto geen vitaal belang. Want dan noem je het vitaal belang, maar tegelijkertijd zeg je, ja, kijk maar hè, of je het leuk vindt. Dat vind ik heel erg frappant. Het gevolg daarvan is dat het heel erg aankomt op initiatief van zo'n veiligheidsregio zelf. Met als gevolg dat sommige veiligheidsregio's daar wel iets mee doen, omdat er toevallig misschien iemand zit die erfgoed interessant vindt, maar andere veiligheidsregio's dus helemaal niet. Dus je krijgt ontzettend grote verschillen. De twee Limburgse veiligheidsregio's zijn helaas een voorbeeld van veiligheidsregio's waar er nauwelijks iets mee gedaan wordt met erfgoed. Ze zijn eigenlijk verplicht om een zogenaamd risicoanalyse te maken. Risicoprofielanalyse heet dat. Waarin ze eigenlijk in kaart brengen, meestal aan de hand van een aantal scenario's, van wat zijn nou mogelijke rampen die ze kunnen voltrekken en wat zijn daarvan de gevolgen van een aantal van die belangen. Nou, in 2018 is het risicoprofiel voor de beide Limburgse veiligheidsregio's samengevoegd tot één risicoprofiel. En het interessante daarvan is dat ze dus vrij terloops wel erfgoed noemen en geconcludeerd hebben dat
het risico voor erfgoed bij overstromingen laag is. Ik heb het over 2018. Nou, we zijn een beetje ingedoken van ja, hoe zit dat nou? Want ik vond het een hele rare conclusie. Ik heb dus uiteindelijk na lang graven een lijst gevonden met experts die daarbij betrokken waren bij het opstellen van, van dat risicoprofiel. Het is een lange lijst met mensen van alles nog wat, van de GGD, van de Ziggo, van Inexus, van het vliegveld, van de politie. 46 experts, 0 experts op het gebied van erfgoed. Dus ik vraag mij af, zo'n conclusie van nou, het risico van overstromingen voor erfgoed is laag. Ik vraag me af of die conclusie ook getrokken zou zijn als er in die groep van experts ook erfgoed-experts werden meegenomen. Ik twijfel daar dus erg aan. Ik heb voor de gelegenheid ook even opgezocht hoe het dan in Zuid-Holland zit, want we zijn tenslotte bij de Erfgoeddag van Zuid-Holland. Nou, ook hier zijn dus best wel wat verschillen. Om eens wat te noemen, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft wel het meegenomen in de risicoprofielanalyses, Hollands Midden niet. Nou, dat betekent dus dat er heel veel, dat zijn hele onwenselijke verschillen, want zelfs als het gaat over erfgoed waarvan we hebben afgesproken dat het is van nationaal belang, kan het dus zo zijn dat het afhankelijk van waar het toevallig ligt, dat of een veiligheidsregio er wel of niet iets mee doet. Of die het wel of niet weten dat het überhaupt bestaat. Ik denk ook dat het belangrijk is om te noemen dat bij die veiligheidsregio's ook een best wel groot kennishiaat is. Ik sprak en dat is niet om op iemand af te geven of iemand belachelijk te maken, maar ik sprak daar dus de crisismanager van de veiligheidsregio Limburg-Zuid. En die vroeg oprecht aan mij van, goh, ik wist niet dat wij erfgoed hadden in Limburg. Ja, en dat was het. Dat gesprek vond plaats in Maastricht. Dus ik zei even, ja, nou, Amsterdam heeft Maastricht de meeste rijksmonumenten van Nederland. Maar, dus ja, we hebben erfgoed. Maar, ja, dus je moet echt, ik verbaas me dan. Ik denk, dan is dat mijn eigen beroepsdeformatie. Maar je moet je dus voorstellen dat mensen bij veel veiligheidsregio's het gewoon ook niet weten. En dat, dus ligt er een hele belangrijke taak om die kennis daar bij de veiligheidsregio's over te brengen, zodat die tijdens een ramp of calamiteit daar rekening mee kunnen houden. Vaak wordt daar het metafoor van triage gebruikt. De triage zoals het in de medische wetenschap gebruikt wordt. Hè. Dus als er een ramp of calamiteit voltrekt en er een ziekenhuis wordt overspoeld met hulpvraag, dan komt een triagist en die gaat kijken van nou, wie krijgt voorrang, wie heeft... Hè. Nou, dat zou je eigenlijk bij zo'n ramp ook moeten doen. Hè? Van gaan wij een 13 in een dozijn bedrijfshal redden met de beperkte middelen en zandzakken die we hebben? Of gaan we een kwetsbaar monument of een kwetsbare collectie redden? Dat zijn wel afwegingen die je moet maken. Het is geen garantie dat je dan altijd het erfgoed kunt redden, maar je moet in ieder geval deel gaan uitmaken van zo'n integrale belangafweging binnen zo'n veiligheidsregio. Even kijken. Ja, een ander ding wat opviel, waar ik nog even op wil inzoomen, is het begrip zelfredzaamheid. Kijk, bij heel veel overheden is dat zelfredzaamheid een toverwoord geworden. Maar in mijn indruk is dat het ook een soort excuus is voor overheden om te zeggen, zoek het maar lekker zelf uit. Hè? Dus ik ben het ermee eens dat zelfredzaamheid, het wordt gepromoot bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, bij de veiligheidsregio's, bij waterschappen, noem maar op. Hè? Van wat kun jij als eigenaar of beheerder doen om je erfgoed te beschermen? Op zich ben ik daar niet tegen. Ik denk dat het heel goed is om aandacht te hebben voor zelfredzaamheid en mensen daar bewust van te maken wat ze inderdaad zelf kunnen doen. Maar dat mag niet een excuus zijn om dan als overheid maar je handen ervan af te trekken en te zeggen van ja, dat is aan jullie. Je moet wel de randvoorwaarden scheppen waarbinnen mensen zelfredzaam kunnen zijn. En dan wil ik nog even daar ook een voorbeeld van geven. Recent heeft de provincie Limburg besloten in samenspraak met het waterschap om de waterveiligheidsnormering, zoals dat heet, helemaal terug te schroeven. Wat eigenlijk betekent dat de Limburgers min of meer net zo goed beschermd zijn als in de rest van het land de aardappels en de wortels, zou ik maar zeggen. We zitten op hetzelfde niveau als landbouwgrond elders, zit Limburgs een beetje helemaal. Dus inclusief bebouwde gebieden waar ook veel erfgoed zit. He, dus dat, en dan denk ik van ja, dan kun je dus wel zeggen, en dat zegt de erfgoedwet ook, kun je wel zeggen tegen bijvoorbeeld een monumenteneigenaar van ja, jij bent verantwoordelijk voor het behouden van het monument. Maar als je dan tegelijkertijd zegt, ja, maar we schroeven de normering helemaal terug naar nul en je zoekt er maar uit en verzuip maar, bij wijze van spreken, ja, dan is dat eigenlijk geen realistisch verzoek meer, zou je kunnen zeggen.
Ja, dan is dat een onredelijk verzoek. Dan kan iemand niet meer aan zijn wettelijke plicht voldoen om dat erfgoed ook naar behoren te behouden. Oké. Dan, tot slot, toch nog een iets van positief te eindigen. ik denk dat er, waar ook nog veel winst te behalen is, is het kijken naar erfgoed met een ander beeld. Het kwam vanmorgen ook ter sprake toen het ging over klimaatmitigatie. Hè? Dus niet alleen het aanpassen aan het gegeven klimaatverandering, maar ook proberen te voorkomen en zo ver mogelijk terug te dringen. Nou, je kunt zowel bij mitigatie als bij adaptatie kun je een heleboel leren van erfgoed en cultuurgeschiedenis. Ik heb hier even een voorbeeld. Dit is het dorp Borgaren. Dit is een foto overigens uit de jaren 90, 1994, 95. Is dat gebied ook een aantal keren overstroomd. En daar zien we een soort watermassa en dus in een soort eilandje. En dat eilandje is dus de plek waar ooit een Romeinse villa gestaan heeft. Dus denk ik niet heel toevallig. Ik denk dat die Romeinen ook niet gek waren en best wel goed wisten waar je wel en niet kan bouwen. Misschien wel beter dan al die naoorlogsplanologen van die wijk die daarboven ligt. Waarschijnlijk hadden die daar best wel goed zicht op. Dus je kunt door te kijken naar bijvoorbeeld archeologie, kun je best wel veel leren van waar kun je wel en niet bouwen bijvoorbeeld. Een ander iets waar je naar zo kunt kijken zijn toponiemen en veldnamen. Hè, om even terug te komen op de overstroming in Valkenburg. In het nieuws was heel groot, verzorgingstehuis Oosterbeemt moet worden ontruimd. Dan dacht ik, ja, waarom heb je überhaupt in een Beemt een verzorgingstehuis gebouwd? En je zou moeten kijken, iedereen met een beetje cultuurhistorisch kennis weet van een Beemt, dat is de bedoeling, dat is een soort, waar water naartoe vloeit. Je zult nooit historische bebouwing in een Beemt vinden, want vroeger wisten ze heus wel dat dat vragen om problemen is. Maar we zijn zo gaan geloven in de maakbaarheid van een landschap, maakbaarheid misschien wel van onze hele samenleving, dat we denken van we bouwen gewoon in een Beemt en we zien wel. Maar ik denk dat als je dus kijkt naar erfgoed, dat je daar heel veel van kan leren. Laatste voorbeeld, voordat we naar de discussie gaan, heb ik nog tijd? Oké. Is immaterieel erfgoed. Ik denk dat je ook dat gebied heel veel kan leren. En dan neem ik weer even een voorbeeld uit Limburg. We hebben in Limburg dalen. En traditioneel, als daar akkerbouw op plaatsvond, werd er eigenlijk geploegd in de, zeg maar, in de horizontale richting. Dus je ploegt schuin op de helling. Dus je laat niet een paar bergen op en dan een berg aflopen. Je gaat met de helling mee. Schuin op de helling met je ploeg. Nou, tegenwoordig met grote landbouwmachines ploegen ze gewoon zo. Met als gevolg dat je eigenlijk zo'n akker ontzettend snel tot afwatering komt. Want je creëert eigenlijk allemaal kleine kanaaltjes die gewoon recht naar het dal lopen. Recht die kerk in die ik net liet zien, bij wijze van spreken. Terwijl als je dus in de andere richting zou ploegen, zoals ze vroeger deden, dan heb je in plaats van allemaal kanaaltjes, heb je kleine dijkjes als het ware, die dat water wat afremmen en zorgen dat het langzaam de grond intrekt. Vroeger werden er bijvoorbeeld ook heel veel grachten aangelegd. Dat zijn dus eigenlijk houtwallen, ook op de horizontale hoogtelijnen. Die zijn veelal verdwenen. Maar je zou die wel in het landschap kunnen terugbrengen, want ook die hebben natuurlijk die kunnen natuurlijk ook wel een deel van dat afstromende water tegenhouden. Dus dat is eigenlijk mijn oproep tot slot, van kijk ook aan planologen en hydrologen, van kijk ook vooral naar het erfgoed en de cultuurgeschiedenis en probeer dat ook mee te nemen in je besluitvorming. En dat is niet een oplossing voor alles, hè? Want natuurlijk zijn de weersomstandigheden ook veel extremer geworden dan vroeger. Dus mijn oproep is niet van als we nou alles maken zoals vroeger was, dan komt het allemaal goed. Ik denk dat je dit moet combineren met ook meer technische, hydrologische oplossingen. Maar het kan wel deel zijn van de oplossing. Dus dat zou tot slot mijn oproep zijn. Dankjewel Bart. Ik heb toch de neiging ook even te gaan staan, maar jij mag... Oh, er is helemaal geen stoel voor jou. Ja. Ga ik sowieso staan. Kijk, voilà. Eventjes over de orde van de middag. Ik kan voorstellen dat het verhaal van Bart al vragen oproept. Ik wilde eventjes jullie allemaal langs en daarna ook de zaal erbij betrekken, als jullie dat goed vinden. Bart, jij hebt dat onderzoek gedaan natuurlijk in Limburg, de nodige bevindingen opgehaald. De nieuwe koers van de provincie en de gemeente klinkt niet echt alsof ze er nou veel van geleerd hebben uit 2021. Is dat om zichzelf in te dekken, als ik dit zo net hoor? En wat betekent dat voor
nou ja, de netwerken die nu misschien wel door die ramp in 21 wat versterkt zijn. Hoe gaan jullie daar nu verder handen en voeten aan geven? Ja, het is inderdaad, we hebben mede naar aanleiding van dit rapport een zienswijze bij de provincie ingediend. En dan bedoel ik wij als coöperatie Erfgoed Limburg, waar ik toevallig ook vicevoorzitter van ben. Om te voorkomen dat dus die waterveiligheidsnormering wordt teruggeschroefd. Daar hebben we nu net van de week bericht gekregen dat ze dat toch doorzetten. Ja. Dat erfgoed, dat blijft gewoon een ondergeschoven kindje. En daarom heb ik er ook in het rapport ook voor gepleit dat het bijvoorbeeld beveiligheidsregio's, dat het gewoon als een wettelijke verplichting wordt opgenomen. Dat geldt al voor die andere vitale belangen, geldt dat al. En dat het een verplichting is voor veiligheidsregio's om dat mee te nemen. Dus waarom dan niet, als je het een vitaal belang noemt, dan voeg dan ook de daad bij het woord en zegt, maak het dan ook een wettelijke verplichting. Dan moet je dan natuurlijk wel ook zorgen dat er voldoende kennis daarover bij die veiligheidsregio's is. Dat is natuurlijk dan wel een voorwaarde. Maar ik zou er wel voor zijn, want zolang het dus geen verplichting is, dan bungelt het altijd ergens onderaan. Dan is het op een bureau ligt het dan, oh ja, weet je, misschien ooit een keer. Maar ik ben niet altijd per se voor dwang, maar in dit geval denk ik, gezien de urgentie, zou het goed zijn als veiligheidsregio's de verplicht worden om dit mee te nemen. Al is het maar om die regionale verschillen te voorkomen, want dat lijkt me ook heel onwenselijk. Ja. Dus, maar dat moeten we eigenlijk landelijk aanpakken, als ik jou zo hoor. Dus dat is huiswerk voor een ander niveau. Maar dat zullen we zeker die les meenemen. Ik herinner me ook uit je rapport dat er werd beschreven dat vanwege de niet bestaande kennis eigenlijk bij de hulpverleningsdienst, zoals de brandweer, dat er bijvoorbeeld een hele kwetsbare kerk of een hele bijzondere begraafplaats daar en daar lag, dat de mensen die dat wilden beschermen op het moment dat ertoe deed, dat die daar ook niet naartoe mochten. En dat die ook geen zandzakken kregen. Terwijl achteraf gezien, als ze dat wel hadden gekregen, dat misschien heel veel leed had bespaard. Want er is ook echt onherstelbare schade heeft er plaatsgevonden. Ja. En daar leren we ook van dat we dus niet alleen zelf netwerken moeten gaan opzetten en kennis moeten delen, maar ook zeker met de lokale hulpverleningsdiensten in contact moeten komen. Om eigenlijk wat jij al zegt in jouw verhaal ook, voor het voetlicht te brengen dat dit er is en dat er ook serieus rekening mee moet worden gehouden. Ja, zeker. Dat betrof dan vrijwilligers van Museum Valkenburg die probeerden om die plek nog te bereiken. En werden tegengehouden, misschien wel met hele goede redenen, misschien was het omdat het ongetwijfeld niet veilig was. Maar dat is natuurlijk wel heel tragisch, want er zijn zoveel vrijwilligers met hart voor erfgoed die dat willen beschermen. En als je dan dat niet kan en je ziet het voor je ogen gebeuren, dan is dat natuurlijk heel, heel tragisch. We hebben natuurlijk drie collectiehoudende gasten hier zitten. Dick, misschien eerst even bij jou. Hoe hebben jullie dit geregeld bij Museum Beelden aan Zee? Stel dat zo'n calamiteit zich zou voordoen in het apocalyptische gegeven dat de zee opeens heel hoog staat bijvoorbeeld. Nou, het is, we hebben gewoon een, laten we maar zeggen, een calamiteitenplan en een collectieplan. Eigenlijk zoals elk museum dat zou moeten hebben. Maar het is natuurlijk iets wat je steeds op de agenda moet blijven houden. Onze organisatie bestaat uit heel veel vrijwilligers en een relatief kleine staf. En dat betekent dat je eigenlijk altijd geleefd wordt door de dingen van alle dag. En daarom is het ook goed om die betrokkenheid bij dat preventienetwerk wat we dan in Den Haag hebben, om die te hebben. Zodat we worden gedwongen, want je hebt het eigenlijk over in zekere zin verplichting, dwang en dat soort dingen. Ja. Maar je moet dat hebben, die stok achter de deur. Omdat je anders, gaat dat naar prio 16 in de werkzaamheden van alle dag. Als je je investeringen en je plannen uitwerkt, dan is de ordner die staat daar en iedereen is dan gelukkig en fantastisch en volgend jaar zijn we er weer. Hè? En dan gebeurt er niks en dan is het toch geregeld. Hè? En dat is dus een heel groot probleem. Vind ik, zeker voor kleinere instellingen, en ik schaar mij niet bij een hele kleine instelling, maar toch organisatorisch zou je dat nog wel kunnen zeggen hoor, bij Beelden aan Zee. Heb je dat nodig om steeds te blijven nadenken over verrek, jongens, als het gaat gebeuren? Jullie krijgen wel de brandweer over de vloer, hè? Geloof ik. Of ook niet? Jawel, en we hebben ook wel. Dus we hebben contacten met brandweer en ook wel sporadisch met de politie. Maar dat is dat. Wij zitten niet de plannen uit te werken met die mensen. Hè? Dat zeker niet. Tenminste, ik ben me daar niet van bewust.
Hoe is dat bij een groot kunstmuseum, zoals het gemeente kunstmuseum hè, in Den Haag? Want wij zijn qua organisatie natuurlijk wel een flink stuk groter met zo'n 140 FTE's, geloof ik. Maar dat zegt nog niet dat het bij ons veel beter is belegd eigenlijk. Ik ben nu sinds 3,5 jaar werkzaam bij het Kunstmuseum. En toen ik bij het museum kwam werken, toen was dus ons calamiteitenplan, dus het CAV-plan staat voor collectiehulpverlening. Dat plan dat bestond officieel gezien uit ongeveer een half A4'tje. Wat alleen maar in te zien was bij onze voormalig hoofdbeveiliging. En toevallig kwam ik een maand geleden allemaal multimappen tegen van de voorganger, van mijn voorganger. Maar dat waren dus 4 multimappen over calamiteitenbeheersing, dat soort dingen. Goed, ik ben toen bezig geweest. Dus er was even de klat ingekomen. Ja, dus het was het ene uiterste en het andere uiterste. Ja. Er is blijkbaar wel echt iemand heel erg druk mee bezig geweest. Dus ik ben toen eerst maar eens bezig gegaan met gewoon inderdaad een beleid uit te zetten voor de kleinere calamiteiten. Dus dan heb ik het inderdaad niet over enorme overstromingen, maar meer over de lekkages. Vandalisme, dat soort zaken. En ik merk ook wel dat er nu in het veld, het is een hele logische volgende stap om eens inderdaad te gaan kijken, ook met het Haagse Preventienetwerk, wat we gezamenlijk kunnen aanpakken, maar ook als zo'n organisatie als het Kunstmuseum, hoe wij in contact staan met die veiligheidsregio en de hulpdiensten. Want heel eerlijk, dat is bij ons helemaal niet zo goed belegd. Wij krijgen inderdaad ook de brandweer over de vloer, maar die checkt dan gewoon of wij alle brandblussers nog in orde hebben. Zij en volgens mij weten wij helemaal niet. Sorry, mijn stem. Zij weten niet waar. Er is niet een soort prioriteitenlijst met hun afgesproken van. Nee. Nou, als er brand uitbreekt, zorg wel dat je daar en daar even die Mondriaans meeneemt. Nee. En dat is ook. Dus als je bedenkt hoe dat verloop is gegaan in de afgelopen jaren qua organisatie, dan is dat best logisch dat daar nog niet over na is gedacht. Maar. Het is wel interessant. Je merkt nu ook in het veld, weet je, zo'n dag als dit. En een paar weken geleden was er een interessante kennisdag bij het Rijksmuseum. Wat ook ging over crisisbeheer. En dat er veel meer aandacht voor is. Omdat er veel grotere incidenten zijn die onze aandacht vragen. En dat we opeens allemaal denken, misschien moeten we toch eens wat meer wat breder gaan kijken. En meer gezamenlijk gaan kijken waar we krachten kunnen bundelen ook. Ik denk ook dat het PR-technisch beter is. Hè. Het komt in het nieuws. Het is, je ziet mensen die, laten we maar zeggen, met lijm op hun handjes op een schilderij gaan. Ja. Hè, je ziet terroristische aanslagen. Je ziet en die musea die denken allemaal, dat nou gaan doen. Dus die worden vanzelf eigenlijk daardoor. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Nee. En ook in de praktijk merken we gewoon steeds meer, denk ik, van de klimaatverandering. Als ik, bij het Kunstmuseum zitten wij naast de Haagse Beek. En daar is het grondwaterpeil heel hoog. En nu met die enorme regenval en steeds langer durende buien. Ja, wij zijn 24/7 water aan het wegpompen rondom het museum. Ja, we hebben onze collectie in de kelders, dus dan. Oei. Ja. Misschien hebben we daar al een adviesje klaar liggen uit van deze bijeenkomst. Ja. Ja. Nee, er zou misschien een casus zijn geweest, want dit zijn natuurlijk wat grotere clubs, maar uit Noordwijk, die konden helaas niet zijn. Waar ze inderdaad ervoor gekozen hebben om het belangrijkste deel in hun ogen van de collectie, om die dan toch maar, al zijn die omstandigheden misschien niet optimaal, toch maar even op zolder te gaan plaatsen in plaats van in de kelder. Ja. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, Janneke. Katwijk, ik zeg Noordwijk, Katwijk. Ja, Katwijk. Ja. Janneke is het brein achter deze sessie, dat moet ik wel. Teun, nu ook even naar jou, want ik zei net al een beetje gekscherend het geheugen van ons panel. Kan jij je herinneren dat er een serieuze calamiteit bij jullie ooit plaatsvond? En zo ja, hoe ging dat en wat heb je daarvan geleerd al dan niet? De enige echte calamiteit die ik meegemaakt heb is 1995. Dus dat is ook een grote overstroming in ieder geval. Maar dan met name in de Bommelerwaard. Dat heeft wel in ieder geval voor de regio Zuid-Holland-Zuid gezorgd dat we begonnen met het ontpolderen. Dus lange tijd was natuurlijk het gebruik om land te winnen. Maar nu is in ieder geval zeker de Biesbos gedeels ontpolderd. Dus bij hoge waterstand lopen eigenlijk die gebieden onder, dus dat zorgt wel wat voor meer zekerheid.
Wij hebben in ieder geval als organisatie vier locaties zelf. Dus dat maakt het wel lastig. Drie in de binnenstad, eentje op een bedrijventerrein. En het bedrijventerrein, dat is het Stadsdepot. Vier hoog, dus dat zat niet in de kelder, onze collectie. Maar wel naast de Dordtse Keel. Maar de Dordtse Keel is wel bedijkt en op deltahoogte. Dus we gaan ervan uit dat goed gaat. Alleen, we hebben toen wel als archief gezegd van wij willen in ieder geval de eerste en de tweede etage hebben. Niet de begane grond. Dus wij zitten wel redelijk hoog, droog. Maar goed, ja. Met name de musea, de grote stukken, die zitten op de begane grond. Dus dat wordt een probleem. En hoe hebben jullie het nu ingericht? Zo eventjes ook luisteren naar je collega's. Herken je dat? Hebben jullie het heel anders gedaan? We hebben voor alle locaties wel een calamiteitenplan. Alleen het grootste probleem is hoe hou je dat ding actueel? Want ja. Ook toen het Stadsdepot gebouwd is, neergezet, is er calamiteitenplan opgesteld. 2005. Vervolgens blijken de lijsten van de telefoonlijsten niet meer te kloppen. Dus er staan allerlei mensen op die... Of met pensioen zelf vertrokken, maar ook de diensten die moeten ondersteunen, die zijn eigenlijk allemaal al. Dus dat is altijd al een heel probleem. En bij wie moet je dat dan beleggen? Dat ligt bij ons bij facilitaire zaken, maar dan nog blijft het heel lastig om, zeker ook voor vier locaties, dat bij me in ieder geval actueel te houden. En ja, je kan ook niet alles overzien, want ja, we hebben wel, dat is wel een andere calamiteit, op een gegeven moment een flinke brand gehad in Moerdijk. En dat is net aan de andere kant van de rivier. En er kwam dus heel veel verontreinigde lucht richting Stadsdepot. En wat moet je dan doen om eigenlijk alle systemen uit te schakelen? Want anders ga je al die rotsen naar binnen halen. Ja. Ja, hoe heette dat bedrijf? Ik ben het even kwijt. Gemkoers? Nee, Gemoer, dat is het andere. Dat is de van de PFAS. Daar hebben we... Ja, maar dat was inderdaad een grote ramp. Echt strijsas en dat heel dat denk gebied. Chemiepak. Chemiepak, ja. Ja. Waren ook niet helemaal zuivere koffie, geloof ik. En dat zat ook in de lucht toen. Ja. Nou, ja, zeker. Nee, dus ook chemische rampen, zoals hier dan plaatsvindt. En dat is natuurlijk met de botlek in je achtertuin ook niet heel onwaarschijnlijk. Suzanne, nog heel even terug naar jou. Want jij zei, nou ja, ook wij als een groot museum hebben misschien niet helemaal op orde. Maar er zitten hier natuurlijk in de zaal, stel ik mij zo voor, ook best wat collectiehoudende kleinere clubs. Heb jij daar ook tips voor? Of heb jij al handvatten waarvan je denkt, nou, dat hebben wij allemaal wel al doorlopen. Want jij bent hier heel actief mee bezig geweest de afgelopen jaren. Ja. Zou je daar iets over kunnen delen? Waar ik veel van heb geleerd is dat ik dat ik merkte al vrij snel dat ik ergens vanuit ging. En dat is ook een beetje een valkuil. Ik heb hiervoor bij Boijmans van Beuningen gewerkt en toen ook in de tijd van de corona. En toen werkte ik als collectiebeheerder en toen kwam ik natuurlijk thuis te zitten en ineens was er weinig collectie om te beheren. En toen ben ik een calamiteitenplan gaan schrijven en ik ging door naar het kunstmuseum en ik dacht, oh, het is een soort copy-paste, weet je, vergelijkbare instelling, zelfde diverse collectie, weet je, zelfde diverse organisatie, maar daar heb ik me wel flink in vergist. Het is vooral gewoon echt heel belangrijk om te inventariseren hoe je organisatie in elkaar zit. En dus ook inderdaad, weet je wel, wie bestel je aan? Is er één iemand die het plan altijd trekt en die daar ook bewust eigenaarschap, ja, die dat update, want dat is wel belangrijk, want anders kun je zo'n plan schrijven, maar dan heb je over 10 jaar heb je dan eigenlijk helemaal niks meer aan. Je moet je er ook dus heel bewust van zijn dat het altijd aan de gang blijft. Het is niet dat je één keer een plan schrijft en dan houdt het dus op. Je moet het blijven trainen. En je kan heel veel leren van andere instellingen. Iedereen mag me ook bellen, mailen, niks aan de hand. Maar ja, het is wel, je hoeft zelf het wiel niet uit te vinden. Ja, er is al veel voor ja, aardig. Zeker, alleen ja. We moeten het misschien wat slimmer met elkaar gaan delen. Ja. Nogmaals, de wetgevers in Limburg werken misschien niet helemaal mee, maar heeft het jullie wel een hechter netwerk nu in Limburg opgeleverd? Waar je denkt, het mocht zich zoiets weer voordoen, dan zijn we in ieder geval beter voorbereid. Hoe is dat nu? Ik denk dat is wel samenwerking in het Limburgse erfgoedveld. En inderdaad, wat je ook al zei, de namelijk kleinere instellingen die worstelen hiermee gewoon omdat ze niet de middelen hebben om zo'n, ja, of de expertise om zo'n collectieplan
zelf op te stellen. Ze kunnen daar heel veel leren van grotere instellingen. Dus ik denk dat dat soort kennisuitwisselingen, die moet je ook faciliteren. En ja, dat proberen we dan binnen die coöperatie Erfgoed Limburg ook wel te doen. Want daar zeker, maar het gaat dus om enerzijds om planvorming. Hè. Dat is heel belangrijk dat je die plan op orde hebt. Maar ja, je moet ook de mogelijkheid hebben om ze uit te voeren. En dat is, kijk, om terug te komen op Museum Valkenburg. Ja, dat wordt gewoon gerund door een club vrijwilligers. Veelal dames van in de 80. Die gaan niet met zandzakken slepen. Ja. Dus het gaat ook gewoon om handjes als er zich zoiets voltrekt. Dus ook daar, dat is ook een van de aanbevelingen uit het rapport. Dat zou je ook een soort georganiseerde solidariteit willen. Hè? Dat je denkt van, nou god, wij staan zelf niet onder water, maar we hebben wel mensen die weten wat ze doen. Die misschien zo'n CAV-cursus gedaan hebben of iets dergelijks. En wij gaan helpen bij kleinere instellingen die de mogelijkheid niet hebben. Telefoonboom die je kan bellen als zich wat voordoet. En dat je zorgt dat er een achtervang is. Bijvoorbeeld. Dat zou je natuurlijk als veld zelf kunnen organiseren. Ja. Hè? Want, Eventjes naar de zaal, want anders denkt u ook, het is alweer bijna voorbij. Bent u zelf, is iemand van u zelf betrokken bij een lokaal of regionaal veiligheidsnetwerk? Nee? Ja, u? Kom ik even naar u toe. Want ik geloof dat dit wordt opgenomen en anders hoor je het niet, schijnt. Sorry. Ja, ik herken het wel. Ik ben Annemarie Simon van het Belasting- en Waardemuseum in Rotterdam. Er was inderdaad in het verleden ook een regionaal preventienetwerk in Rotterdam. En ons museum maakte daar ook deel van uit. En dat is heel langzaam inderdaad toch... We hebben heel lang nog contact gehad met alle musea. Het is wel doodgebloed, maar nu ik dit weer hoor van Den Haag, denk ik van, nou, misschien moet ik die adressen toch weer eens gaan opzoeken. Want het was gewoon heel fijn om de koppen bij elkaar te steken, één keer in de zoveel tijd, en kennis uit te wisselen en dergelijke. Ja, goed, fijn. Goede bijdrage. Ik kom ook even naar u. Aan u even dezelfde vraag. Wie bent u? Anita Engbers van Stichting Gouden Sterk en IJssel. En ik ben zelf van 2000 tot 2014 gemeenteraadslid in Gouda geweest. En ik kan me nog herinneren dat ook in Gouda in die periode het besef sterk was van we moeten iets doen aan veiligheid, veiligheidsrisico's, rampenplan. Maar wat ik me ook nog heel goed kan herinneren is dat één keer in de 8 maanden ongeveer de ambtelijke en bestuurlijke top samen met alle veiligheidsinstanties de oefeningen hielden. En dat heb ik geen van jullie horen zeggen. Terwijl juist een oefening een heel goed probaat middel is om te kijken, klopt alles nog wel? Ja. Dus bijvoorbeeld een telefoonboom voor zo'n museum in Valkenburg, oefen daarmee en je weet gewoon. Dat is eigenlijk gewoon een tip meer. Ja, een hele goede tip. We hebben ook Ellen hier in het hoekje, die ga ik dadelijk ook nog even interesseren. Die zit al driftig mee te pennen. Ik zag daar nog een reactie, of niet? Ja, ik kom ook even naar u toe. Kom ik u even storen? Zo, en ook even een bekend gezicht voor mij, maar wie bent u ook? Ik ben Philip Pietersen van Archie Hotspot in Oegstgeest. Ik ben niet verbonden aan iets van bijzonder erfgoed, geen museum en helemaal niks. Maar ik heb 45 jaar lang in hetzelfde gebouw gewerkt, een ziekenhuis. En wat u zegt, van je moet het actueel houden. Wat u zegt, van de vorige manager had ergens klappers neergezet. Ik ben het allemaal tegengekomen en in die 45 jaar zagen wij steeds meer de oefeningen afnemen. En het resulteerde op een gegeven moment alleen maar in staren naar een bouwtekening waar ze aan gingen wijzen waar brandblussers hingen. Niemand wist meer hoe je een brandblusser moest bedienen. Uiteindelijk gingen we even oefenen onder druk. Bleek dat er een muur stond in plaats van een deur waar je doorheen kon. Ja. Dus dat is wel, en dat is dan een ziekenhuis, hè? Ja. En ik heb een aantal rampen meegemaakt daar. En toch, onder druk van de kosten wordt er niet meer geoefend. Er worden geen brandblussers meer leeggespoten. Het is iets waar je echt heel erg alert op moet zijn. Ja. Ja, en dit is dus eigenlijk één op één te vertalen, als u het zo hoort, naar wat er bij de erfgoedsector gaande is. Ja. Duidelijk. Zijn er nog verder opmerkingen of vragen? U merkt, ik loop vrolijk rond. Ja, ik ben toch hier. Wie bent u? Ik ben Jacqueline Risseel van het Kasteel van Roon.
En ik wou even wat aan u vragen. Stel dat de veiligheidsregio Limburg wel verplicht zou zijn om voor cultureel erfgoed op te komen. Mm-hmm. Dan vraag ik me af wat er dan gebeurd zou zijn in uw situatie in Limburg. Ja. Dan hebben ze zoveel, ze moeten alle koeien redden en alle mensen en weet ik veel. Dan vraag ik me nog af of ze dan... Ja, nee, dat is een goede vraag. En ik heb, maak me geen illusies. Ik denk niet dat, dat het in alle gevallen verschil maakt. Maar, maar nu hebben ze het helemaal niet op het vizier staan. Hè? Dus nu is het gewoon... De prioriteit van de veiligheidsregio's is het redden van mensen. En dan heet het niks. En dan het redden van dieren. En dan weer heet het niks. En dan gaan ze een keer nadenken over... andere dingen. Maar daarbij maken ze dus geen enkel onderscheid tussen een monumentaal pand of een museum of een bedrijfsloods of een winkel. Dat onderscheid is er niet. En ik denk wel dat het goed zou zijn als er een ramp- en calamiteitbestrijdende rekening mee gehouden wordt. Hè? Dat als je inderdaad zegt van nou, we moeten hier blussen, maar we weten dat hier mondriaans hangen of zo, dat je daar rekening mee kan houden. Dat gebeurt nu dus helemaal niet. In ieder geval niet dus in sommige veiligheidsregio's wel en in andere niet. En dat is natuurlijk ook het vervelende. En nogmaals, geen garantie. Ik bedoel, als het water komt, is niet gezegd dat als het deel uitmaakt van de plannen van een veiligheidsregio, dat je dan een garantie hebt dat alles gered kan worden. Zeker niet. Maar het er in ieder geval oog voor hebben en dat je, mocht het de kans zich voordoen dat je iets kan redden, dat je in ieder geval weet waar het is. Wat waardevol is en wat je kunt doen om het te beschermen. En dat is dus nu maakt het gewoon totaal, in ieder geval in Limburg, spreek dan even voor, totaal geen deel uit van dat soort afwegingen, van dat soort planvorming. Dus, en dat vind ik jammer. Ja, ik kom even naar u toe. Ook aan u de vraag, wie bent u? Ik ben Bob Reitsma van het Leiden Dorpsmuseum. We hebben ons depot al op de eerste verdieping staan. Hoezé? Dus we staan goed. Maar ik had een vraag, als je dit waterprobleem hebt, heb je waarschijnlijk ook een elektriciteitsprobleem. En hoe ga je dan om met het beheersen van je collectie, die vaak in een geklimatiseerde omgeving zit? Ja. Is dat een vraag aan mij? Ja, dat is een hele technische vraag. Dat is een hele technische vraag. De kwestie met deze inventarisaties is eigenlijk volgens mij steeds van ja, je moet je spullen op de een of andere manier wegkrijgen. En je hebt inderdaad te maken met, ja, als je dan in het water staat, dan word je ook gelijk geëlektrocuteerd. Het is dus ook zo dat de brandweer, ja, dat klinkt flauw, maar dat is natuurlijk zo. De brandweer houdt je dus ook weg van je eigen collectie. Dus je moet dus als het ware van tevoren bedenken van goh, wanneer kunnen we het weer betreden? Wanneer kunnen we gaan beredderen? Hoe gaan we beredderen? In welke gevallen moeten we waar gaan staan? Kijk, als je bedenkt dat er ineens in de 2250 jaar 100 millimeter in 2 uur naar beneden klettert, hè, dat kan. Dat is een zware regenbui. Dan heb je een andere visie op de dingen. Dan mag je al blij zijn dat je überhaupt bij je museum terecht kan, of bij je instelling terecht kan komen. Omdat gewoon dan alles onder staat. Hè. Je kan dan wel handjes willen, maar iedereen is bezig. Hè. Als je je realiseert dat je misschien in een zware regenbui zit die eens in de 50 jaar voorkomt. Dan zou je misschien toch al kunnen denken van nou, dan kunnen we misschien nog eens vragen aan iemand of die dat. Ja. Dat zijn eigenlijk de scenario's. Die je van tevoren eigenlijk moet bedenken. En ja, die technische dingen zoals elektriciteit, zoals kunnen we het gebouw in, worden we daartoe door de brandweer in staat gesteld? Ja. Met andere woorden, er zijn instellingen, ik weet bijvoorbeeld van het Mauritshuis, die gaan echt met de brandweer staan. Hè? En die brandweer die komt met die grote handschoenen en die komen met grote knipmessen en die knippen dan in een setting, hè, in een soort van testomgeving, die schilderijen van die muur af. Hè. Ja, in ons geval, ik ben van Museum Beelden aan Zee, er staat dus een hele grote bronzen knol in die zaal. Ja, dat gaan we dus niet. Ja, want het is natuurlijk een ander verhaal. Hè. Dan moet je dus met een pompwagen of zo, moet je dan iets gaan doen of zo. Ja. Dus doe maar niet, laat nou maar gewoon gaan. En hè,
Dus zo kijk je steeds naar wat is mijn collectie, wat moet ik doen, waar heb ik mee te maken. Daarom moet je die plannen ook van tevoren maken. En juist in het geval van instellingen zoals een Leiden Dorpsmuseum, een Katwijkse club, veel vrijwilligers, weinig, laten we maar zeggen, betaalde krachten, mensen die van goede wil zijn, zou ik toch willen aanraden, ga toch maar kijken. Ga toch maar iets bedenken. Ga toch maar eens even inventariseren. Ook al zijn het kleine documenten, ga het toch maar eens van tevoren. Het gaat er dus niemand moet in de angst. Je moet niet met nachtmerries in je bed gaan liggen. Maar voorbereiding is echt het halve werk. Mag ik daar nog even op reageren? Want inderdaad, ik herken heel erg wat je zegt. Ik merk ook dat het gevoel van urgentie toch vrij snel weg ebt bij organisaties. Absoluut, natuurlijk. En dat vind ik erg opvallend. Want jij hebt het ook over buien van eens in de 50 jaar of eens in de 100 jaar. Dan ga je alweer. Ja. Maar dat hele kader moeten we eigenlijk overboord gooien, denk ik. Want de buien waar we van zeiden, die komen eens in de 100 jaar voor, die komen inmiddels eens in de 10 jaar voor. Ja. En dus zelfs de meest pessimistische scenario's die we daarover hebben, bleken nog te optimistisch te zijn. Ja. En dus ben voorbereid. Want kijk, wat nu was het 2021 heb ik het nu over gehad. 2023 was bijna weer, het scheelde een fractie of het had weer hetzelfde gebeurd. Dus ben daar nou op voorbereid. Dit is het moment om de voorzorgsmaatregelen te treffen. Ja. En wat betreft de elektriciteit, de collectiehulpplannen die ik gezien heb, die hebben bijna allemaal bovenaan staan. Ga niet zomaar het water in voordat je weet. Eigen veiligheid. Je hebt ook BHV-trainingen die je eigenlijk ook in instellingen zou moeten. Dus dat hangt ook allemaal samen. Je snapt het wel. Dus dat is toch belangrijk om je te realiseren. Ben je nou een hele kleine instelling waar je niet eens BHV hoeft te hebben, hè, want dat is ook weer aan regels onderworpen. Ja, dan moet je dus gaan realiseren van wacht even, dan is er geen dwang meer van buitenaf of van iets ook. Ik moet ook als museum toch op een gegeven moment bij een auditclub, hoe heet het ook weer, de museumregister, moet ik ook mijn plannen ergens inleveren. Ja. Die gaan daar ook naar kijken. Hè? Ja. Dus, okay. Ja, dan komt Ellen bij je op bezoek, als je in Zuid-Holland zit. Ja. En Ellens collega bij het museumregister komt ons weer doorlichten. Dat klopt. Nee, maar goed. Ja. Maar dan moet je toch iets. Ik hoor dat jullie eigenlijk allemaal zeggen, hou het bewustzijn levend. Ja. Zorg dat de documenten van tevoren en op velerlei manieren doorgedacht zijn. Want de scenario's zijn legio. Het is een veelkoppig monster wat we hier bespreken. Het kan dus gaan over chemische risico's. Het kan gaan over waterrisico's, brandrisico's, terroristische aanslagen. Misschien moeten we het langzamerhand ook gaan hebben over ICT-risico's. Hè? Dus dat je helemaal plat gaat en je collectie misschien opeens. Er zitten allerlei risico's aan dit vak en aan onze maatschappij inmiddels. Ja. Maatwerk is daarbij zinvol. Als je zo'n inventarisatie doet van je gebouw en je schilderijen staan boven, fantastisch, en je computers staan daar, dan is het dus einde oefening met je informatie. Dan ben je je hele vast. Okay. Ja. Ja, dus je moet ook nog over je backup nadenken, mensen. Het is allemaal niet eenvoudig tegenwoordig. Maar ik hoor ook wel, wees ook pragmatisch en doe al dingen die je misschien kunt doen. En dat geldt misschien ook, zoals ze met de biesbos in het groot hebben gedaan. Zorg ook dat er waterborgingsplekken misschien rondom je museum zijn. Ga je tegels wippen, dat ook het water zo snel mogelijk die grond in kan. Ja. Er zijn heel veel verschillende manieren, methodieken, die je eigenlijk al soms ook met enthousiaste mensen tijdens doedagen wellicht bij je museum kan doen. En ik denk toch dat we langzamerhand ervan af moeten dat je in je kelder de spullen opslaat. Zeker in een omgeving waar het grondwater nogal fluctueert, zoals hier in het westen van Nederland. Ik zag laatst weer een mooi artikel over de drijvende kelders. Ik weet niet of het bekend is in de grachtenpanden. Geniale uitvinding uit de 17e eeuw, waarin de kelders, die toen ook al heel intensief gebruikt werden, eigenlijk geheel los van de geheipaalde rest van het huis fungeerden. En daardoor op en neer konden bewegen met het grondwaterstand. Ja, kunnen we eigenlijk zo weer gaan doen bij onze nieuw te bouwen plekken. Leren van en dan vooral op de eerste verdieping pas gaan wonen, denk ik. Ik wil nog even afsluiten, want we zijn al bijna rond. U heeft nog een vraag? Ik heb nog een vraag. Ja, kom ik nog even naar je toe. Ja hoor. Het is een informatieve vraag.
Nou, die zijn er natuurlijk niet, zeg ik dan altijd. Uw naam. Ik ben Jos Westerrijk. Ik ben vrijwillige rondleider in de Pieterskerk. Heb dat net gedaan. Ik realiseer me ineens, ik loop daar 20 jaar mee, dat 2 directeuren terug iemand mij vertelde bij een hele grote renovatie van 9 jaar. Er gebeurt hier niks, want dit is een kerk van steen, dus die kan niet branden. Een hele oude herinnering. Is de Notre Dame, is daar een verhaal uitgekomen wat zodanig structureel is dat iedere historische kerk daarvan kan leren bij elke nieuwe dakdekkerij en bij elke calamiteit? Ja, ik weet daar een verhaal over te vertellen, want ik was, ja, dat zijn de vakantieverhalen van Van Broekhuizen. Ja, daar bent u niet in geïnteresseerd natuurlijk, maar ik was in Dublin, ja... Wat interesseert dat? Maar ik was in Dublin in de vakantie. En in Dublin hebben ze die fantastische mooie bibliotheekruimte van Trinity College, de Long Room. En daar zijn ze dus bezig om al die boeken weg te halen. Die Long Room die wordt dus, en de rest van de bibliotheekruimte. En dat was naar aanleiding van de Notre Dame. De Notre Dame stortte in en toen dachten ze in Dublin, shit, we hebben daar die hele Long Room. Dat is ook allemaal, oh nee. Hè. Dus daar zijn ze toen mee begonnen, omdat er wordt wel lering uitgetrokken. De houtprijzen zijn ook enorm omhoog gegaan. Ja. Nee, je kan geen klarinet meer krijgen, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar dat, dus ja. Een kathedraal, een oude gotische kerk, voortaan moet je daar op die manier mee omgaan, want dat hebben we geleerd. Nou, ik durf het niet voor u te zeggen nu. Ik denk wel dat er heel veel studies naar gedaan zijn inmiddels. Zeker. De vraag is even, nog weer voor de camera, is er niet een plek ergens waar nu de erlering is getrokken en goede adviezen op een rij gezet voor alle historische kathedralen? Ja, ik weet niet wat mijn panelleden zeggen, maar volgens mij is een lering, bouwwerkzaamheden is risico. Hè? Ja. Dus als je aan je dak gaat lopen spelen, nou... Hè? Gevaar. Ja, alles weer uit. Ik kom nog even naar u. We gingen afronden. Ik ben er nooit zo goed in. Uw naam is? Ik ben Wouter Loots. Ik ben van Monumentaal Westland. Maar de penningmeester die was loodgieter. En die moest een keer aan het Huis den Bosch werken. En die mocht niet beginnen voordat de brandweer er was. Ja. Ja. En als ze dat nou bij de Notre Dame gedaan hadden, de hele dag een brandweerauto, had een stuk goedkoper geweest dan... Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Nou, misschien moeten wij even onze lering naar Parijs sturen. Dat lijkt me ook niet zo gek. Ja. Ik bleef hier even staan, omdat ik in de buurt was van Ellen. Maar ik ga vragen Ellen of jij gewoon even opstaat, zodat iedereen jou ook ziet. Dit is Ellen, onze senior adviseur die alles weet van musea en molens. En dus ook inderdaad een pet op heeft van het museumregister, voor de mensen die dat kennen. Dat doe jij in je vrije tijd buiten Zuid-Holland. En Ellen was ook onze veiligheidscoördinator toen wij dus dat netwerk in Zuid-Holland hadden in 2007-2008. Jij bent dus eigenlijk ook een beetje ons interne geheugen op dit vlak. En wij hebben ook afgelopen jaar samen gekeken, en dat heb jij vooral gedaan, van hoe zit het nou in Zuid-Holland? Wat is er nog? Wat is er nodig? En ik ga eventjes hier, omdat ik dat ding nou in mijn hand heb, vertellen wat wij op basis van de bevindingen van Ellen van afgelopen jaar hebben besloten om in het komende jaar te doen. En ik moet zeggen, dat is ook doordat wij intensief in contact staan met collega's zoals Huis voor de Kunsten in Limburg, maar ook allerlei andere collega-erfgoedhuisinstellingen in Nederland. Wij vormen ook een gezamenlijk netwerk en proberen dus de kennis die wij opdoen ook zo snel en zo goed mogelijk bij elkaar allemaal te brengen. En wij gaan dus ons inzetten om weer opnieuw zo'n netwerk in Zuid-Holland op te gaan zetten, of in ieder geval te verkennen of dat gaat lukken. En wij starten daarin ook in 2025, voor u wellicht interessant, met alle collega-erfgoedhuizen vanuit Open. Dat is het gezamenlijke netwerk van erfgoedhuizen waar ik ook voorzitter van ben, dus dit gaat ook echt gebeuren. Van Limburg tot Groningen en van Zuid-Holland tot Gelderland gaan wij een project starten, Collectie in Bewaring. Dat wordt een reeks van webinars voor eigenaars en beheerders van roerend erfgoed, zoals u allemaal. En in het bijzonder gericht op erfgoedvrijwilligers. En de verschillende onderwerpen die daar gaan passeren zijn risicofactoren voor collecties. Het is hier net ook al uitgebreid genoemd. Risicoanalyse voor kleine instellingen. Collectiehulpverleningsplannen. Hoe doe je dat? Wat moet je doen? Hoe ziet dat eruit? Arthandling en evacuatie.
En heel belangrijk, hadden wij ook al opgeschreven, het oefenen van de scenario's. Dus dat wordt wel de uitsmijter. En dat betekent dat we met z'n allen aan de bak moeten. Maar ik denk ook dat als we het met z'n allen doen, dat het ook meteen weer wat leuker wordt. Dus laten we gewoon hier afspreken dat u hier weer bij aanhaakt. En ik denk dat, dat deze sessie, en daar wil ik de sprekers buitengewoon voor danken, de urgentie van het onderwerp zeker heeft op de agenda heeft gezet. Al gebruikt het dat liefdevolle woord preventief. Wel, het is natuurlijk wel echt heel noodzakelijk om dit met elkaar te doen. Dat leren we ook uit jouw opmerking. Hè? Dat het heel snel ook weer naar de achterkant verdwijnt van het werk. We horen de professionals hier ook zeggen. Het heeft nooit de grootste urgentie. Omdat het er dan toevallig toch niet is. Maar het kan er opeens zijn en dan kunt u maar beter goed voorbereid zijn voor uw eigen gemoedstoestand, maar vooral voor dat prachtige erfgoed wat wij met z'n allen natuurlijk op alle mogelijke manieren levend willen houden voor volgende generaties. Ik dank u heel vriendelijk voor uw aandacht.